Sven Kramer zal tot het NK Allround eind december rust nemen. Hij voelt zich niet fit en zal de komende weken vooral rustig trainen. Nou ja, leuk is anders. Ja, weet je, ik rij liever wel. Natuurlijk rij ik ook liever het KPN NK afstanden in de full T11 en gewoon gas erop. Maar op dit moment heb ik de fysieke capaciteit gewoon niet om daar vol 100% aan mee te doen. Ik ga ook niet eerder schaatsen dan dat ik dat wel heb en dan zien we het wel. Sven Kramer ging nog wel mee naar het trainingskamp in Erfurt, maar besloot daarna om voorlopig niet meer te rijden. Ja, ik voelde me in Erfurt dusdanig niet op mijn oude niveau en niet op Sven Kramer niveau. Omdat ik denk van nou, dit gaan we wel doen. En weet je, ik wil daar gewoon niet het risico in nemen. Dat hebben we afgelopen 4 jaar natuurlijk hebben we gewoon keihard gewerkt. En daar heb ik ook geen seconde spijt van. Weet je, we hebben alles gewonnen wat er te winnen viel. En daar heb ik ook heel veel mee bereikt, maar het is nu zaak om in Sochi weer goed te zijn. En daarvoor is deze beslissing, die past daar het best in. Waar heb je precies last van? Nou, de algehele fitheid. Weet je, kort gezegd, de gewoon te weinig pk's, weet je. Dat is, natuurlijk is dat frustrerend, maar ja, weet je, ik kan het niet geforceerd naar me toe trekken, weet je. Ik moet daar wel de tijd voor nemen. Hoe nu verder? Ja, rust gaan. En het is niet absoluut niet dat ik, weet je, nu geen wedstrijd meer, dus begin ik niet weer helemaal overnieuw. Weet je, ik ga gewoon verder waar ik mee bezig was. En dat is gewoon veel omvang draaien en rustig naar de intensiteit bouwen. En proberen klaar te zijn voor het NK Round. En dan zien we wel of ik dat haal of niet. En ja, daar kan ik nu weinig over zeggen. En nog naar Afrika? Ja, ik ben nu 2-3 weken thuis en dan ga ik 3 weken fietsen tussen de apen. Dan zien we of we daar een vorm van krijgen of niet. Weet je nog te herinneren wanneer je voor het laatst een NK afstand reed? Vorig jaar toch? Ja. En wanneer voor het eerst? Dat zal 5 jaar geleden zijn, denk ik. En weet je nog wanneer je ook af moest zeggen? Ik heb volgens mij nog nooit een NK afstand afgezegd. Volgens mij wel, want je had toen de enkel gebroken. En toen zou je debuteren. Ja, maar goed, toen had ik me ook nog niet geplaatst. Dus deze quiz is mislukt, Harm.